Wat is dat nou met Tina Turner? Want ik begrijp dus dat er zijn geruchten dat u met Tina Turner gegeten heeft. Hoewel men zegt dat uw vrouw er ook bij was. Ja, nee. Ja? Ze was in Nederland omdat ik een aantal keren bij haar geweest ben. Ja. Ik heb het dus uitgenodigd en ook kennis te laten maken met Janine. En het was het finale gesprek om een klap te geven op het contract wat we met elkaar gemaakt hebben om een musical te maken, internationale musical van haar leven met haar songs. En daar ben ik een jaar mee bezig. En dat was afgelopen vrijdag. Juist. Dat wordt een internationale productie? Ja. Dat wordt dus vermoedelijk ook première in Amerika? Of, Ja, Londen of New York. Dat hangt vanaf wie de regisseur wordt. Er zijn een onderhandeling. En welke theaters beschikbaar zijn. En gaat zij daar zelf een rol in spelen? Zij wil zelf liever in Londen, want ze is erg op Europa gericht. Ja. En zij denkt zelf dat ze in Amerika minder groot is, wat gewoon niet waar is. En ze woont in Zurich. Mm-hmm. Ze is 75 en het is fantastisch om met die vrouw en haar echtgenoot, een Duitse platenproducer, die jonger is, maar echt een leuke, goede vent die daar echt zeer gemotiveerd mee omgaat. Dus het is een fantastisch avontuur. Maar het bijzondere is dat ik heb gedacht, ik wil eigenlijk, en dat was na het succes van Hazes, de musical, dacht ik, ik zou het liefste willen doen met twee Nederlandse schrijvers. Het script, internationale script. En ik heb gekozen voor Kees Prins en Frank Ketelaar. En ik heb ingebracht in die eerste afspraak met haar waarom ik dat wil. Zij heeft hele goede banden met Nederland. Ze heeft veel Nederlandse regisseurs gehad voor de clips. Ze heeft veel optredens in Nederland gedaan. Ze heeft reclamespots opgenomen in Nederland. Dus zij voelde daarvoor. En dat is bijzonder, want de meeste Amerikaanse sterren die willen of een Engelstalige schrijver hebben. Dus Prins en Ketelaar gaan dit schrijven? Het script is klaar. Die hebben het al geschreven? Ja. En het is, wat niemand weet is dat, heel kort, heel snel, die vrouw, voordat ze geboren werd, was al niet geliefd door haar moeder en haar vader. Ze is in de steek gelaten toen ze 5, 6 was door haar moeder en haar vader. En groeide op in het zuiden van Amerika, zwart, kansloos. En ging een keer kijken als 18-jarig meisje naar Ike Turner en zijn band. Werd eruit gepikt. En die Ike zegt, maar alle meiden die ik neem, die laat hem in de steek. Maar ik laat jou niet in de steek. Want dat was voor haar, dat doe je niet. Want ik ben zo beschadigd, dat zal ik nooit doen. Dus dat heeft 15, 17 jaar geduurd. Dat ze niets kreeg, niets verdiende, alleen met elkaar geslagen werd. En toen uiteindelijk besloot, ik ga bij die man weg. Ja. En toen had ze niets. Ook niet de naam. Die naam was niet van haar. Ze heet Annemee. En ze heet helemaal geen Tina Turner. Ja. En het begint de show, en dat is het bijzondere, bij het moment dat ze voor de rechtbank staat en zegt, ik wil niets hebben, ik wil alleen mijn naam hebben. En denk dan, ik ben toch Tina Turner, die over de hele bekend is. En wordt afgewezen door iedere plaats van maatschappij. Geen contracten meer. Totaal met niets. Met 4 kinderen, 2 van hem en 2 van de anderen. En alleen maar schuldeisers. En nou, die 5 jaar weet niemand. In die 5 jaar gebruiken wij, omdat daar komt een Australische manager die het eigenlijk gaat oplossen. En we hebben dus, we spelen het verhaal met 3 Tina's. Een meisje van 10, een meisje van 20 en een vrouw van 38. En dat gaat met flashbacks door elkaar heen. En het eindigt met die fantastische muziek en dat ze een wereldster is. Alleen dat is niet interessant voor, dat is leuk voor de laatste 5, 7 minuten. Maar het gaat om het drama. Juist, om het verhaal. Ja. Laten we even kijken. Vind je het leuk, want je houdt niet zo van musical. Nee, ik hou. Nou, u weet dat ik niet zo van musical hou. U zei nog tegen mij van, zeg nou niet dat je niet van musical houdt. Maar, maar dit klinkt. Je mag zeggen wat je wil. Je bent weer een levende vrij land. Ja. Hè? Dit klinkt heerlijk. Ja. Ik heb Tina Turner 1 keer live ontmoet. Dat was toen in 1989 opende zij namelijk het gebouw van RTL Veronique. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren. Ja. Zij heeft daar de vlag weggehaald. Ja. We hebben nog wel wat beeld van haar. Van, ik weet niet precies van wanneer. Ze was toen 61. Dat is een beetje hotter dan my daughter. Maar toch. Moet je eens kijken hoe zij daar staat. Oh.
Goed, toen was ze 61, zij treedt niet meer op, toch? Wel? Nee, ze is 6 jaar gestopt. Maar ziet er nog, ik moet zeggen, patent uit. De eerste keer dat ik kwam, dus een klein jaar geleden, bij die deur in Sturing, de deur gaat open, en staat Tina Turner met de pruik in het goud lamé en met zulke hakken. Juist. En dan ben je dus 5 uur daar die avond, en die leen er thuis, in haar huis. En dan denk je toch, god, wat zal ik me allemaal vertellen? Waar gaat het? Ja. En dan sluit je zo'n avond af en dan zegt ze bij de deur van, ik doe het, ik ga met je mee. En dat is een leuk moment. Ja. Heeft u dan nog steeds datzelfde yes-gevoel als, laten we zeggen, in het begin van de carrière? Yes. Ja. Yes. Ja. Nee, niet met alles natuurlijk. Dat nee, maar goed, dit is iets. Dit is,